Hey mensen! Vandaag doen we het weer over een dier uit Gran Canaria, namelijk de rode roskrab. Ja, ik heb hem nu al gepakt omdat hij heel moeilijk is om te pakken. Die vangt hem ook niet zo snel, ze zitten wel overal in Gran Canaria. Maar ja, ze zijn heel snel. Ja. Je kunt ze bijna onmogelijk ontvangen, ze zitten hier overal. Kijk, zoals hier. Hier zitten ze gewoon helemaal tegen die rossen zitten ze altijd. Ik heb met een hengel geprobeerd. Uiteindelijk is het met een vishengel een grotere gelukt om ze met garnalen te vangen. En ja, nu hebben we er een. En hij is heel wit bestippeld, zwart met wit. Hij eet eigenlijk bijna alles, van garnalen tot brood. Ja. En we hebben hem gevangen, want onze vader had hier aan de haak. Dus ja, toen dachten we van gelijk een video maken. Ja, dus, ze eten dus heel veel. Alleen, het is moeilijk om ze te vangen. En dat komt vooral omdat ze ten eerste heel diep in de kloven zitten van de stenen. Soms eruit komen, maar als je er een beetje dichtbij zit, dan zijn ze weg. En Hij heet de rode roskrab, omdat hij heeft. Hij leeft natuurlijk in de rotsen. Oh, kom hier. Wow, hij is echt heel vast. Hij is echt super sterk. En zijn scharen zijn een beetje rood. En dit is nog een kleintje, een beetje. Want er zijn ook grotere. Alleen die zijn nog moeilijker te vangen. Ja, en dat is gewoon onmogelijk. Dus onze vader heeft een speciale leidigheid. Nou. Mijn vader heeft een super mooie vis gevangen. Gaan we ook een video over maken. Dus check die dadelijk zeker even. En vergeet niet te abonneren en te liken. En is te zeggen dus, later!